Dan zijn we al in de tweede tempel. Dungeon. De geestengrot. Je ziet dat we kunnen hier niet verder. Wat moeten we hier doen? Nou, heel makkelijk. We gaan even een lichtje maken. Dan zien we wat we zeggen. Als je niet weet wie ik nu quote, schaam je diep. Mee eens? We zijn dus naar binnen gegaan. Daar zijn we de enige kant op gegaan die we konden. En toen zijn we verder naar rechts gegaan. Dan zijn we nu naar beneden gegaan. We hebben de schakelaar overgehaald met ons zwaard. Sorry, ik ben een speler, geen uitlegger. Ik ben nog aan het leren. Deze schakelaar hebben we omgehaald. Wat ik net deed, is de schakelaar weer terug omhalen toen die bal hier boven het blauwe zat. Waarom? Nu kan die er niet overheen. Over de blauwe halve muurtjes. Ik zou de schatkist openen. Ja. Dan gaan we hierna weer naar rechts. Anne kan af en toe ingrijpen en zeggen: hey Jane, het is de andere rechterkant. Ik heb een probleem met links en rechts, dus ik moet daar af en toe op letten. Maar, dit is goed voor jou om het te leren. Want. Ik ga autorijles nemen. En kijk, mijn proefleraar zei al wel. Jij moet dan wel. Ik kan geen Duits accent. Ik had een voormalig Duits instructeur. Mijn instructeur zei: dat moet je er dan bij zeggen. Dan gaan we daar jou mee helpen. Want dat moet geen belemmering zijn om auto te kunnen rijden. Oké, we zijn dus naar rechts gesprongen. Maar dat zagen jullie, dat hoef ik niet uit te leggen. We zijn naar boven gegaan en dit zijn Shy Guys. Die lopen de tegengestelde richting van je op. Dus als jij, van je gezicht. Dus als jij naar voren loopt, lopen hun naar achter. Nu ga je met je rug naar hun toe. Nee, ze doen hetzelfde. Als jij, hoe je nu staat, als jij nu een stap naar voren zet, doen hun dat ook. Ja, hun spiegelen je eigenlijk. Ja. En nu lopen we naar achteren. Zet je spin attack, draaiaanval klaar. Ja. En laat hem los. Ja, nou, nu gaan we weer naar beneden. Nu moeten we weer even voorzichtig springen. Dan gaan we naar links. We zetten de schakelaar om. En we gaan naar boven. Naar rechts. Pak de sleutel. Ga terug naar links. Zeg ik het goed? Ja. Haal de schakelaar weer om, sorry. Wachten hier weer even. Totdat meneer vuur, elektriciteit, de meneer bal weer achter het blauwe is. En we gaan weer naar rechts. Dan moeten we meneer de bal weer op. We gaan hier, springen hier weer naar rechts toe. Springen naar boven en gaan naar boven. We gaan hier naar rechts. Ik kan doorlopen, want er waren die shy guys. Dit zijn spinies, die breng je op hun rug. En als ze op hun rug liggen, dan kunnen ze slaan. Dan is hun panzer niet genoeg.
een spijnie heet gewoon een spijnie. Dat heb ik al gisteren gezien. Dan gaan we naar boven. Hier moeten we even oppassen. Als de bal uit ons zichtveld is, lopen we snel hierheen. En we duwen hem. Ik loop snel even een stukje terug. De deuropening in, want dat kan hij me niet pakken. Net als bij Zelda 1. Dus je duwt de twee, ja, blokken, noem ik het maar even, tegen elkaar aan. Normaal zou je een bekje van een uil moeten hebben en dan legt hij het je uit. Of je volgt ons. Veel makkelijker. Je gaat hier naar beneden. Springt op het bewegende platform, plateau, hoe je het ook wil noemen. Spring doet hetzelfde met het omhoog en naar beneden gaande plateau. En klimt omhoog. Hier spring je, kun je op het midden springen. Je kan ook het licht aan doen, maar eigenlijk waarom zou je? Je wacht tot meneer Bal voorbij is en je springt hier naar de eenrichtingsverkeerdeur. Oké. Deze ben ik niet goed in verslaan, dat moet ik jullie eerlijk toegeven. Deze doet dan Link gooien. Ik zorg er gewoon voor dat ik genoeg hartjes heb, zodat die Link kan gooien. Als jullie een betere manier weten, alsjeblieft vertel die mij. Beetje klaar staan, dus deze kunnen we gebruiken om ons te genezen. Nu kunnen we teruggaan naar het begin van de kerker. Dat gaan wij ook even doen, omdat ik volledig voor jullie wil zijn. Dus elke kamer gehad wil hebben. Normaal zou ik dat niet doen. Mag je die schildkist afmaken? Nee, want die kan ik nog niet pakken. Ik heb de kracht aan. Anne Hazen. Ik niet. Kom hier, Kie. Kom hier. Het licht hoeft op zich niet aan hoor. Nou weer. Dan doe ik het weer. Wat zie je hartje? Auw. Maar hij respawnde me waar ik wilde zijn, dus dat maakt eigenlijk uit. Kijk, hier deed je dat bekje, die snavel. Dat zou je als eerst gedaan hebben, maar je volgt ons. Hoe heet het dan ding? Een gouden? Gouden snavel? Ik weet het niet, ik zie hem niet. Ga ik hem opzetten. Oude truc. Maar zoals Dr. Brian May ooit zei, waarom een oude truc vervangen als het gewoon nog werkt? En weet je niet wie Dr. Brian May is? Ga je ogen uit je hoofd schamen. We hebben een nieuwe shy guy en dit vind ik een vervelende. Dit vind ik een vervelende shy guy. Deze vergt wat training. Omdat hij
Pot. Ja. Pot erin liggen. Als het goed is, is dit het kompas of de kaart? Kompas. Nou, kompas hoef je niet op te schrijven. Je schrijft het met een C of met een K, dat is het enige verschil. Ja, met twee S op het einde. Maar die kan ik wel vertalen vanuit het Engels. Die kan ik zelf wel vertalen. Want dat hier toch wel net als die schelpen en zo. Sorry jongens. Dat was een luide brommer. Ja, maar dan moet er een zijn zonder uitlaat. Ik maak er nooit zo'n herrie. Mensen. Dan zijn ze lekker rustig slapen. Oh ja, een shy guy is net als een wisroop. Van achteren. In de rug. Dat was ik even vergeten. Maar dat weet ik nu weer. Nee, daar. Oh ja. Sorry. Wisroop spelen gewoon vals. Ja, wisroop spelen. Deel 1 al. Spiny. Anne is aan het knuffelen met de kat. En we hebben een hele kleine aanpassing te melden. Wij hebben beloofd jullie een stream te bieden op release dag. Dat zullen wij nog steeds doen. Denk. Maar deze stream zou niet van ons zijn, maar van mij. Anne heeft een andere afspraak. Knertki, we zijn familievriendelijk. Snertki kun je wel zeggen, snert is ertessoep. Ik wilde... Dan wordt het een ertessoep. Ja, maar ik wilde wat anders zeggen. Ik hoop dat ik zo'n tulpetje zeg. Het ik hier. En toen ik me de K al hoorde voelen zeggen, had ik zoiets van, dan kan ik maar beter Knertki van maken. Familie in de kanaal. Nee. Deze vijand kun je nog niet verslaan. Kun je pas na de volgende tempel. Dungeon. Dus, deze stuur een beetje duimstik. En goed trekken aan die duimstik, anders dan red je het niet. Oké. De volgende kamer. Naar links. We zijn een paar keer vergeten naar rechts te zeggen, maar dat was backtracking. Teruggaan. Ja, dat was het opnieuw doen. Ja. We zijn bij de Spinies naar boven gegaan. We zijn toen naar rechts gegaan. De trap af. Toen de trap weer op. En nou ja, toen hier naar boven. Ja, naar links. In de donkere kamer. Nou. Dat zei ik. Spookjes. Spookjes kun je, nou ja, niet doodslaan, maar die kun je neerslaan als ze even weggaan. Dit zijn boos, niet poos. Dat is het verschil. Poos zijn er van Zelda. Dit waren boos van
Mario. Als je je afvraagt waarom er zoveel Mario krachtarmband. Maar die wist ik al. Waarom er zoveel Mario in deze variant zit van Link's Awakening. Mario en Link zijn door dezelfde man gemaakt. Waarom je in godsnaam Link Mario wil maken en... Maar weet je, dat is allemaal... Dat zijn persoonlijke voorkeuren. Dus wij gaan hier naar rechts. Vanuit de kamer waar we net links waren gaan we nu naar rechts. Ik weet niet wat er gebeurt als ik hier naar beneden ga en naar rechts ga. Zullen we eens kijken wat dat doet? Dat doet helemaal niks. Ja, dat je er hier doorheen kan. Maar dat heeft eigenlijk weinig zin. Dus gaan wij... naar boven. En dan vanaf boven naar rechts. Oh ja. Rustig. Rustig. Veilige route. Ja, vanwege... Behalve niet. Ja, en dit beestje. Ah, je zit er een heen. Dan hebben we Rockies. En als je je afvraagt, kunnen kies rot zijn? Waarom zijn de kies rot? Heb ik echt corona van? Ja, want ze hebben hier nodig. Oké, deze is nodig. Dood hier eerst dat konijntje. Die wij ook wel liefkozend hop in pots noemen. Pakken. Pot. Shit. Dat moet in die volgorde. Anders lukt het niet. Maar het is een beetje vervelend. Wacht even, ik ga even... Ik heb met de baas hier... geen... veetje nodig. Nou, hop in pots. De enige manier dat je die kan doden is met een pot. Dan de key. En dan meneer... Gooi graag. En dan komt de kist. Met de nachtmerriesleutel. Als je dat nog een keer fout doet, kun je hier de trap op. Oh ja. Dat is ook een leuke. Als je hartjes tekort hebt, zoals ik nu, spring je op een Goomba. Waarom op een Goomba? Want dan krijg je een hartje. Als je een Goomba met een zwaard verslaat, dan krijg je dat niet. En waar kom je nou uit? Nou, dat ga ik je weer even laten zien. Van de piranenplant graag. Hier. Link. Reputatie. Dank je. Link. Heb Link volgens mij niks meer in mijn reputatie. Vooral niet de mijne. Link. Nee. Zeker niet. Goed. Link! Even kijken of de Goomba's alweer teruggespand zijn. Nee. Wel de piranha-planten.
Daar doe je zo weinig mee, hè? De piranha plant. Nee, geen goemer. Waarom weet ik de namen van die beesten? Dat is een hele goede vraag die je stelt. Een hele goede vraag die je stelt. Niet en Blauwe Maandag ook Mario 3 gespeeld. Huh? Natuurlijk, Mario 3 is een van mijn favoriete spellen op de NES. Hoppen! Nee. Dank je, Hoppenpots. Kijk, hier heb je niet echt een volgorde. Hoppenpots. Beter gedaan. Maar. Geen KO. Hier zit altijd. Ergens een veetje. Nou, we gaan naar beneden zoals je ziet. Hier staan we op het. Ja, platform. En dan gaat hij naar beneden. Nu denk je heel makkelijk, we gaan hierheen. Ja, doe maar. Maar weet je wat je dan hebt? Dan ga je niet naar beneden. Link is te licht. Link moet even eten. Link moet even wat gewicht terugkrijgen. Zo. Gaan we hier. Naar de nachtmerrie. Goed zo, Link. Brave jongen.